Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is behoorlijk bewolkt boven Nederland. En als ik de satellietbeelden in beweging zet, dan is te zien dat vanaf de Noordzee toch wel een aantal opklaringen dichterbij komen. En met name later vanmiddag en ook vanavond krijgt vooral de noordelijke helft van het land daarmee te maken. Onder de hoge bewolking op de, boven de Noordzee, daar zie je die opklaringen al goed liggen. En zelfs meer zonnige perioden liggen al klaar voor wat later morgen. Maar daar kom ik straks nog op terug. Vanavond klaart het dus vanuit het noorden al wat op en ook daar koelt het wat sneller af dan in de rest van het land. In het noordoosten liggen de temperaturen vanavond rond een graad of 10, terwijl het 12 of 13 graden is op de andere plaatsen met bewolking. Het is wel zo dat de wind naar het noordwesten draait en geleidelijk aan in kracht afneemt naar zwak of tot aan zee matig. De komende nacht zijn er dan wolkenvelden, ook opklaringen. En met name in die opklaringen kan het toch flink afkoelen, lokaal temperaturen van 3 graden, maar over het algemeen koelt het af naar zo'n 5 tot 12 graden, de hoogste temperatuur onder het wolkendek. In de opklaringen kan een gemakkelijk mist ontstaan. De lucht is nog steeds vochtig, dus plaatselijk is slecht zicht morgen vroeg niet uitgesloten. Morgen zien we dan wolken, ook opklaringen en vooral in de ochtend nog veel grijzigheid. En dat heeft dan allemaal te maken met de mist en laaghangende bewolking en met name het binnenland. Later op de dag dan breekt er op de meeste plaatsen de zon door. En op sommige plaatsen zijn er zelfs gewoon zonnige perioden met langere, langere perioden met zon. De temperaturen in het noorden van het land wel iets frisser dan in het zuiden. 13 tot 16 graden, maar met niet al te veel wind is het echt een aangename dag. De komende dagen verandert er eigenlijk niet heel veel in het weerbeeld... Ook zondagochtend is er lokaal nog kans op mist. Maar vanaf maandag dan draait de wind naar het oosten en wordt de aangevoerde lucht wat droger. De kans op mist neemt wat af. Maar de wisselvalligheid gaat later in de week wel toenemen. Het blijft tot en met maandag nog zacht met temperaturen van 14 of 15 graden. Maar vanaf dinsdag dan draait de wind naar het noordwesten en komt er koelere lucht onze kant op. Met dan nog maar temperaturen van een graad of 13 à 14 graden. Wanneer ik de pluimgrafiek erbij pak, dan is te zien dat daar het weekend de temperatuur een daling inzet. En met name in de nachten, dan kan de temperatuur toch later in de week flink gaan dalen en is zelfs vorst niet uitgesloten. Overdag komen de temperaturen geleidelijk aan weer rond, normaal voor de tijd van het jaar uit met een graad of 10 in de middag. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.